Vrijdag 26 februari kwamen 100 leerlingen samen in het Vlaams parlement om te brainstormen over de toekomst van het onderwijs. Ze dachten na over het leerplan en wat jongeren absoluut moeten weten voor ze afstuderen. Ik vind het een zeer interessant concept, omdat normaal gezien is het altijd de politici en de bekende personen die altijd al die dingen regelen, maar nu dat de jeugd zelf betrokken wordt in zulke zaken en dat wij zelf onze stem kunnen laten horen en zo onszelf kunnen representeren, de jeugd kunnen het onderwijs kunnen representeren. En dat ik vind het een heel creatief en goed concept dat wij zelf kunnen zeggen dat wij vinden dat erop staat. Op de Internationale Dag van het Gehoor organiseerden de studenten audiologie van de Thomas More Hogeschool hun gehoorbeurs. Tijdens deze beurs gaven de lectoren en studenten tips om je gehoor te beschermen. Hoog nodig, zo blijkt, want 1 op 5 jongeren heeft permanente gehoorschade, zoals slechter gehoor of oorzuizingen. Omdat gehoorschade niet meer te genezen is het belangrijk om je oren goed te beschermen. Je muziek iets zachter zetten of oordopjes dragen in luide omgevingen zijn heel doeltreffend en heel goedkoop. Er is weer een nieuwe editie van Kunstbende. De jaarlijkse kunstwedstrijd laat jongeren toe om hun talenten te tonen aan de wereld en de eerste voorrondes zijn ondertussen achter de rug. Media Raven wierp een blik achter de schermen in de verschillende categorieën en volgde enkele deelnemers. De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Van 5 tot 20 maart werden tijdens verschillende activiteiten de mooiste jeugdboeken in de kijker gezet. Het thema dit jaar was Weg van de stad. Iedereen werd uitgenodigd om na te denken over steden en dorpen waar ze willen wonen. Ook de Media Raven werden betoverd door de boeken. Sowieso geen vuilnis op de grond smijten, meer de fiets pakken, minder de auto pakken. Ik zal ten eerste met de fiets naar school gaan, omdat ik dat altijd gedaan heb. En ik eet nu wel heel veel vlees, omdat ik dat lekker vind, maar als ik dat nu wat minder eet, dan zal de wereld ook een stuk beter worden. Ik ben al vegetarisch, dus ik probeer al voor het milieu minder vlees te eten. En uit principe rijd ik ook al niet met de auto, dus ik veronderstel dat ik al zoveel mogelijk doe om het milieu beter te maken.